Twan, waar zijn we? In Kunstcafé Coupé op Stationsplein in Boxtel. Omroep Dommeland Nieuwsflits. En wat is hier te doen? Ik zie van alles. Ja, we hebben nu een expositie, maar je kunt hier van alles doen. Er zijn workshops, er wordt muziek gemaakt. Noem het, vraag het, het kan. Oké, leuk. En aan de muur zie ik allerlei mooie, inventieve, originele ontwerpen hangen. Die zijn van jou? Ja, ik ben eigenlijk grafisch ontwerper. En ik maak al meer dan 40 jaar mijn eigen nieuwjaarswensen. Alleen, dat is een beetje uit de hand gelopen. Dat zie je nu. Nou, we gaan eens even kijken. Leuk. Ja. Twan, wat zien we hier bijvoorbeeld? Dit zijn dus eigenlijk twee kaarten waarbij ik de gezichten van de mensen van ons gezin in stukken heb gesplitst. Dus van voren en opzij. Die twee kaarten heb ik dan ingesneden en zo in elkaar gezet. En wat je dan telkens ziet is van onze Max van voren, van opzij. Hier zie je mijzelf. Ja. Hier zie je mijn vrouw en hier zie je onze dochter. En die zijn dan op verschillende manieren aangepakt. Dit is een luminair. Er zitten in één kaart zitten vier verschillende plaatjes. En dat zijn die vier? Dat zijn dus deze vier, maar die mag je eigenlijk zien. Je moet hier naar kijken. En wat je hier dus... het beeld komt pas tevoorschijn als je dus door de knieën gaat. Want dan zie je ze dus overgaan van de ene in de andere. En je ziet ons in de vier jaargetijden dan. Oké, ja. Ja, het doet me wel denken aan die ondeugende plaatjes vroeger van een dame in bikini. En als je dan naar beneden kijkt, dan was die weg. Weg bikini. Ja, precies, ja. Ja, dat is gewoon dezelfde techniek inderdaad. Alleen deze is wat... hier zijn we allemaal gekleed. Ja, klopt. Wel erg mooi, moet ik zeggen. Er zijn er vier in elkaar. Ja. Smakelijk 2003. Ja, want dat is op snoeppapier. Dat is gestempeld op snoeppapier. Ik heb dus een plaatje gemaakt, tekst erbij gecombineerd. Daar heb ik als een stempel uit laten voeren. En die hebben dus zelf zo met eetbare inkt trouwens op snoeppapier gedrukt. En dat zie je hier. Ja. Dan krijg je veel reacties in januari. Ja, ontzettend veel. We hebben zelfs ooit een kaart te laat verstuurd, expres. Nou, toen kregen we heel veel reacties, telefoontjes van mensen van... Hey, zijn we overgeslagen? Want we sturen normaal gesproken zo'n 500 kaarten rond nieuwjaar. Oké, maar die kaart, die te laat kaart, die kunnen we ook zien? Die kun je ook zien, ja. Ja, dan gaan we even naartoe. Oh, leuk. De kaart zelf laat eerst een zogenaamd krantenartikeltje zien... wat we gemaakt hebben van, hey, waarom is er geen kaart? En uiteindelijk komt dan dit tevoorschijn. Dit was onze slaapkamer. We hebben ons verslapen. Dat was de reden dat de kaart te laat was. En dit is een heel speciale, Twan, zei je. Ja. Waarom? Wat ik genomen heb is de kerstzegel van dat jaar. Die heb ik nagemaakt, vergroot. Die hebben we daarna met de hand allemaal met goud ingekleurd. En wat ik veranderd heb, is dat wij onszelf als volleyballer erop gezet hebben. Wij zijn altijd volleyballer geweest. Mijn vrouw in haar functie toentertijd en ik als ontwerper met een floppy en zo. Toen zijn we naar het postkantoor toe gegaan. En toen zeiden we willen daar eigenlijk een stempel op hebben, want dat is een zegel. En toen kregen we een speciaal stempel. En wat gebeurde er daar? Er zijn mensen aan de deur geweest, een paar maanden daarna. En die wilden zo'n kaart hebben, want het is een speciaal poststuk geworden. Ja. En toeval wil dat ik hier van de week iemand had en die zei, maakt me niet uit wat het kost, ik wil zo'n kaart hebben. Maar ik heb er waarschijnlijk geen meer. Dit is de enige die ik nog heb. Ja, en waar moet ik dan aan denken? Als je zo'n ding verkoopt? Ik weet het niet. Meneer die zei, ik verzamel speciale stukken en zoiets wil ik echt in mijn verzameling hebben. En voor hoeveel gaat die weg? Ik zou niet weten wat zoiets... Nee, deze gaat niet weg, deze is voor mij. Twan, wanneer ben je eigenlijk begonnen met het ontwerpen? Ik ben begonnen in 1980. Ik had een klasgenote en die stuurde mij een nieuwjaarskaart. En dat vond ik zo'n leuk idee. En toen dacht ik, verrek, dat moet ik eigenlijk ook gaan doen. Dus toen heb ik een paar schabloontjes gemaakt. En heb ik een stuk of 10 kaarten heb ik gemaakt. En die heb ik rondgestuurd. En je hebt een opleiding in Sint-Lucas? Ik ben Sint-Lucasser daarom. Ik ben hier op kamers gaan wonen in Boxtel. En ben altijd heel erg tevreden ben ik hier blijven hangen. Ja, want je bent oorspronkelijk geen Boxtelaar? Nee. Ik kom oorspronkelijk uit Veldhoven. En we wonen eigenlijk het grootste gedeelte van mijn leven nu in Boxtel. Ja. En waar komt jouw inspiratie vandaan? Heb je voorbeelden?
Oh, overal vandaan. En soms word ik midden in de nacht in augustus opeens wakker van... oh, ik moet een kerstkaart gaan verzinnen. Of een nieuwjaarswens, noemen we het dan. Maar op andere momenten dan 5 minuten van tevoren, bij wijze van spreken... dan heb ik pas het definitieve idee. Maar ik bedoel, als je iets ziet, soms denk je... hey, dat duw ik ergens achter in mijn hoofd. Ja. Nou, wat er gebeurde was dat ik onze dochter Tosca kwijtraakte in de HEMA. Ik riep haar naam en toen stond er een meneer naast mij en die zei van... is dat Tosca van dat A4'tje wat bij mijn oom al 6 jaar aan de muur hangt? Want dit is dus en een geboortekaartje en een nieuwjaarswens van het geboortekaartje van Tosca. Een leesplankje. Een leesplankje, ja. Wat ben je nu aan het maken? Ik ben een social media plaatje aan het maken voor ons café. We hebben bier, bitterballen en blues. Samen met de gitarist Jos de Wilde hier uit Boksel. En daar ben ik het plaatje hiervoor in elkaar aan het zetten. Je pakt de iPad, die hou je ervoor. En dan... Hij spiegelt. Wel, ja, oké. Okay. Oh, zo. Kijk. Hey, dat zijn jullie. Dat zijn wij. Wij zijn in 3D gescand. Dit was de eerste keer dat die leverancier dat deed, kon. En wij komen dus uit dat plaatje tevoorschijn, zie je. Dat is dus, jullie zijn de toegevoegde realiteit. Wij zijn de toegevoegde realiteit aan dit en die kaart. Dit is de laatste kaart en dat is ook de uitnodiging voor de expositie. En mensen kregen 2 A4'tjes en die konden ze dan heel snel en gemakkelijk in elkaar zetten. En dan is dit het eindresultaat. En dit is dus eigenlijk ons café, de ramen. En hier binnenin zie je de expositie. En ik zie hier ook de IKEA gebruiksaanwijzing. Ja, dus voor de mensen die het niet helemaal snappen, die kunnen dan hier de gebruiksaanwijzing zien. En er staat zelfs heel klein, ons telefoonnummer staat erbij voor als ze er niet uitkomen. En hou ik dan ook al... Ja, schroefje missen. Hou je schroefjes over? Ja, heel veel.